Een hele goede avond en welkom vanuit Pakhuis De Zwijger, waar wij Dutch Masters presenteren. Het is online, zoals jullie kunnen zien, maar we hebben ook voor het eerst weer een live publiek bij Dutch Masters, waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. Misschien kunnen jullie zelf even laten horen door middel van een applaus. Ik kan je niet uitleggen hoezeer ik daarna verlangd heb om levende mensen te zien met armen en benen en niet alleen een zwevend hoofd in je scherm. Maar goed, Dutch Masters, dat is natuurlijk onze talkshowreeks waar er meesters, en dat zijn gevestigde namen uit de Nederlandse creatieve industrieën, centraal staan. En in dit programma staat hun inspiratie, staat hun professionele leven centraal. Hoe ben je ooit begonnen? Wat zijn voor jou de hoogtepunten geweest in je carrière? Waarom en wat maakt jou tot een succesvol ondernemer? Elke Dutch Master brengt ook een Dutch Talent met zich mee. En Dedik vertelt waar zijn inspiratiebron vandaan komt en hoe hij of zij zich spiegelt aan de Dutch Master. En we hebben nu twee geweldige gasten waar ik erg blij mee ben. De eerste keer dat ik over deze Dutch Master gehoord heb was toen ik me in de muziek begon te verdiepen en erachter kwam dat er geen enkele band naar Amsterdam kon komen om op te treden zonder weg te gaan met een tatoeage van Henk Schiefmacher. Welkom Henk Schiefmacher, fijn dat je er bent. Ja, leuk. Ja, dat mag geklapt worden. En Daan van Hooft, ook fijn dat jij er bent. Jij bent de Dutch Talent, ook tattoo artist en nog niet eens zo lang bezig met tatoeëren, toch? Nee, ik ben ook nog leerling eigenlijk. Ik denk dat ik nu rond de 10 maanden in de shop werk. Oké. Ja. Dus het is echt een kwestie van meester en gezel vanavond. Dat is eigenlijk wel de bedoeling en dat is een beetje zoek, want je kunt het spul tegenwoordig makkelijk op internet krijgen. De wereld is ontzettend veranderd door de internet. Maar vroeger moest je toch echt wel bij een tatoeëerder in de leer en dan leerde je langzamerhand de trucjes. Je werd ondertussen helemaal volgekalkt uiteraard. Want je was ook meteen het klapblok. En daar kwam dan nog bij dat je dus ook zo langzamerhand je spulletjes bij elkaar vergaarde. Je machientjes, nou heb je dus... Ja, je hebt, als je nou internet in gaat, dan heb je honderden verschillende bedrijven waar je dingen kan kopen. Vroeger was dat echt allemaal handmatig. Tattoo Peter maakte 1 keer per jaar 20 of 30 machines. Ja, want nu noem je al iemand Tattoo Peter. Dat is waar jij volgens mij het vak hebt geleerd, toch? Of nou, een van de eerste. Ik heb echt direct het vak bij Peter geleerd, maar wat ik wel bij Peter is ontstaan, is mijn liefde voor die tatoeage. Want toen de tijd, wanneer was het ongeveer? Want dit hele scene was ontzettend klein en wereldwijd. Nou, ik wilde graag fotograaf worden. Dat ja. was eigenlijk het verhaal. En ik werkte bij de Bijenkorf. Als etaleur, notabene? Nee. Ook als beetje fotograaf en een beetje ontwerp. Ik zat op het Centraal Reclamebureau. En dat is waar nu de parkeergarage is, in dat gebouw. En daar leerde ik fotograferen. Ik deed daar langzamerhand in catalogie en dat soort dingen. Bemoeide ik me dan een beetje mee. En ook een beetje grafisch ontwerp. Maar ik had een Asahi Pentaxje gekocht en ik wilde graag reportagefotograaf worden. En mijn tovenaarsleraar in die tijd was Cornelis Jaring. Ja, Cor Jaring, ja. Legendarisch hier ook ja, de gast geweest. En Cor die stuurde mij hierheen en daarheen met een camera. En we werden zelf samen overal hartstikke dronken. En dan liet ik me ook vol tatoeëren bij Tatoepé. Of vol de naam van Corrie. Want toen hij 3 dagen niet thuis was geweest, zei hij, hoe moet ik naar huis? Zei Cor, kom op, we gaan Corrie de naam erop zetten, dan kom je er wel in. dus hij zijn naam, kreeg hij nog een paar klappen voor zijn hartstikke op de trap. Maar uiteindelijk mocht hij er wel in. En toen... Ik wilde mensen fotograferen. Ik wilde niet iets. Geen architectuur of iets. En daar hoorde een soort van balorigheid bij. Er hoorde een stap naar binnen toe waarin je iets zegt. En even de mogelijkheid creëert waarin je het plaatje maakt snel. En dat, die handigheid die leerde Cor mij. En je had natuurlijk in die tijd ook Ed van der Elske. Ja, die was een ijdeltuit, geloof ik. Een soort van ijdeltuit. Die rende, die kwam daar echt met een soort van jeepje tot midden op de dam. Ging dan naar bovenop staan en stroopte zijn mouwen op en sprak het volk toe. En nam dan een paar foto's en ging er weer vandoor. Maar Cor was anders. Cor was, die, het was een volksjongen. Ja. Nou, hij heeft Amsterdam op een hele bepaalde manier... Ik ben baas van mezelf, hè? Ah, dat ben jij, hè? Wat een zoete foto en een zoete jonge man. Ja. Dat is de eerste tattoo-conventie waar ik naartoe ging. Dat is een cruciaal punt. Ja? Maar dat was de eerste tattoo-conventie waar ik naartoe ging. Dat was in Hamburg. En er waren allemaal oude mannetjes die eigenlijk ook een beetje
de uitvinders waren van de vroeger. Ja, maar we gaan nu even door met de reuzenstappen door doorheen. Even bij het begin, beginnen. Want we waren eigenlijk gebleven bij het feit dat jij de grafische opleiding hebt gedaan. Je fotografeerde ook graag. Dat was bij de Bijenkorf. Niet je ook... zo interessant als die dag dat ik in Hamburg was. Dit waren de mannen die aan het begin stonden van de vroege ontknoping van... Ja, maar daar wil ik naartoe. De seksualiteit daarna in Europa ging. De leerjongens... En maar die waren allemaal... Snap ik. Maar even, want anders is het ook niet te volgen voor de mensen die aan het kijken zijn. Waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat de grote verandering die jij hebt meegemaakt... de grote verandering sowieso in de wereld, in de stad Amsterdam... maar ook wat betreft tatoeages... het is wel mooi om daar grip op te krijgen, omdat niet iedereen daar zicht op heeft. Want toen jij begon met tatoeëren, onder andere bij Tattoo Peter... was die tatoeëerderswereld veel obscuurder dan dat die nu was. Was het veel kleiner. Dat is precies waar ik het over heb. Kijk. Precies wat ik je wil vertellen. Dit was een hele obscure wereld. Ja. Die bestond uit verschillende subculturen. Ja. En een van die subculturen was dus die hele vroege... arbeidsgerelateerde Hamburgse homo-wereld. Van mannen in Manchester pakken. Mm-hmm. Die het helemaal, die 's avonds bij elkaar kwamen en hun tatoeages aan elkaar lieten zien. En een van die mannen was bijvoorbeeld de Nederlander Albert Cornelissen. Een van de eerste tatoeëerders die na de oorlog in Rotterdam tatoeëerde. Tattoo Peter was ook... onderdeel van die club. Maar wat was de aantrekkingskracht voor jou als fotograaf in de tijd om je te verdiepen in die wereld? Wat vond je interessant daaraan? Ik werkte voor de Nieuwe Revue en in de Nieuwe Revue had je de Burgerhotel Pluk de Dag. En dat was van Arnold-Jan Scheer. En Arnold-Jan Scheer is de uitvinder van het woord paradijsvogels. Mm-hmm. Dus het waren paradijsvogels. Het waren mensen die iets meer te vertellen hadden als alleen maar... Je communiceert door wie je bent, door je haar... Door de juwelen die je draagt. En dit zijn mensen die overcommuniceren. Die nog heel verhaal te vertellen hebben. En dat maakte ze ontzettend leuk om te fotograferen. Je ziet in één keer iemand die van de drank niet meer kan praten. Maar die door middel van zijn tatoeages een heel verhaal aan je vertelt. Hmm. En daar werd ik meteen hartstikke verliefd op. Als je, dat je je zo... Dat dan, ja. Identificeerde je jezelf met de mensen die je zag? Dat wou ik je net vertellen, want toen kwam je ertussen. Ik was in kijk, ik moet af en toe eens iets... Het is geen monoloog vandaag, het is een gesprek. Dat is absoluut een monoloog, want jij moet het alleen maar begeleiden. Dat wordt een makkelijke avond voor mij. Ik was ongetatoeëerd toen. Ja. Dus ik denk, wat moet ik hier tussen die mensen? Ik ben een spy hier in de House of Love. Ik moet iets doen. En toen heb ik mijn eerste tatoeage genomen. En deze man bijvoorbeeld, Bernard Urgel... Ja. Dat is die man die was zijn hele leven lang had hij helemaal vol met rare dingen. Het was ook een soort van, die mensen waren met allerlei vroege seksuele experimenten bezig. Een meneer die op de foto ging en die zijn broek uitdeed. En die een balzak had zo groot als een watermeloen. Waarmee ik later gearresteerd ben onderweg naar in Amerika. Omdat de douane dat ding vond en dacht dat ze pornografie, die Amerikaanse douane. Die drukte op alle knoppen tegelijk. Die sprong door het plafond. Hey. Maar die mensen waren met allerlei vreemde experimenten bezig. Ja. En die kwamen ook allemaal uit die Tweede Wereldoorlog vandaan. Die hadden ook allemaal iets raars meegemaakt. Of in kampen gezeten. Of Russische krijgsgevangenen als militairen. Hoe oud was jij toen? Nou, ik ben in 52 geboren. Dit speelt zich af begin 70. Ja. Ik was denk ik 22 of 23. Wat had jij van de wereld gezien? Want je bent opgegroeid in Harderwijk. Was je wereldwijs toen je naar Amsterdam kwam? Nou, ik had al vrij snel besloten dat ik ergens naartoe wilde. Dat kwam eigenlijk een beetje door het fotoboek van mijn vader. Die na de oorlog als oorlogsvrijwilliger naar Amerika is gebracht... om daar een opleiding tot marinier te krijgen. Hmm. En die had een foto dat hij in een hoekje van de Empire State Building stond... met zijn uniform aan een sigaretje. En dan ook weer foto's van allerlei mooie meiden in Indonesië. En hij kon een beetje Indonesisch koken en Indonesisch praten. Dus ik bracht vrees weg naar Indonesische mensen. En dat rook het allemaal een stuk lekkerder als wat mijn moeder ervan bakte. Ja, maar je bracht vrees weg omdat je uit de slagersfamilie komt, ja, toch? Ja, maar ik wilde dus... Ik wilde ook daar naartoe. Ik wilde naar Alexandrië, waar mijn vader geweest was. Ik wilde naar New York, waar mijn vader geweest was. Ik wilde naar Indonesië. Dus die reislust was er. En die was wel heel erg... Ja, de vrijheid was wel een groot goed als klein kind. En op je 22e, hoeveel van de wereld had je al gezien? Ik geloof dat ik met mijn eerste meisje naar Amerika geweest was. Met een soort van roadtrip vanaf Vancouver naar San Francisco, Los Angeles en weer terug.
Dat was toen al, toch, dan had je wel iets gedaan. Ja, 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 ja. Dus je zag deze paradijsvogel, je zag een wereld, je zag experiment, seksueel experiment. Ja. Was het, welke aspecten van, ja, van wat je net noemde, trok je het meeste aan? Dat communiceren via het lichaam ook? Nou, dat er zoveel verhalen, dat die tatoeages allemaal verschillende verhalen waren. En dat die tatoeages uiteindelijk, net als in een boekenkast, iets over iemand kan vertellen, iets over de persoon kunnen vertellen. Het verschil met de heden ten dagen is natuurlijk dan ook wel dat het allemaal heel erg communicerende tatoeages waren. Je kon goed zien wat het was. Op een afstand kon je al lezen waar het eigenlijk om ging. Hier heb je de hele familie Hofman. Ja. En wat is het verhaal achter de familie Hofman? Nou, dat waren dus vier oude homoseksuelen die in één huis... De ene man, de middelste man, die speelde het kind. En die deden ze dan in een zinken bad. En die had ook alle poppen waren vol getatoeëerd. Want dat is van die weken plastic. Dus met een tattoo-machine had Herbert al die poppen vol getatoeëerd. Dat was zeg maar de moeder des huizes. Kon ontzettend lekker koken. Het was waanzinnig om er überhaupt te logeren. En hoe keken ze naar jou? Zo'n ongetatoeëerd jonge man? Ik vrees dat er wel een MeToo-aspect aan zat. Ik was nog erg jong. En je hebt meegedaan? Nee, ik ben daar niet, totaal niet op een of andere manier in het probleem. Daar waren ze veel te lief en veel te aardig voor. En voor mij was het een buitenkansje om dingen te fotograferen die anders nooit gezien waren. En kijk, we zouden hier nog uren over kunnen praten. Helaas, omdat we een live uitzending hebben die ook uitgezonden wordt op AT5 en Salto, moeten we het beperkt houden. Dus daarom ga ik soms met grote stappen door dingen heen. Wanneer heb je de keuze gemaakt om zelf te gaan tatoeëren? Van het registreren naar het tatoeëren? Om te beginnen hing er bij Tattoo Peter, waar ik vroeger kwam, een ontzettend mooi certificaat aan de muur van de Tattoo Club of Japan. En enrolled lifelong member of Tattoo Peter. En daar had ik het adres van over geschreven. Ja. En die heb ik een briefje geschreven. En toen kreeg ik, verdomme, tot mijn grote verbazing, ook zo'n certificaat thuis. Dus toen was ik in één keer lid van zo'n club. En was er nog een andere Japan club en die heb ik me ook lid van gemaakt. En die schreef mij bijvoorbeeld with craned neck and in great anticipation I look forward seeing you. En toen denk ik, ja, nou moet ik nog ook een keer naar Japan. Dus toen heb ik in Japan die mannen gaan opzoeken. En toen ik daarvan terugkwam, toen dacht ik van, weet je wat, ik geloof dat ik dit maar moet gaan doen. Waarom dan? Nou, het was te leuk. Op een goed moment had ik voor de Nieuwe Revue een hele grote reportage over de Hells Angels gemaakt, die in drie afleveringen waren. En die hadden op de ouderzijds Voorburg wel een klein keldertje. En die Big Willem in de tijd dan, toen hij nog lid was, zei tegen mij, waarom ga je niet beneden in dat keldertje zitten? En kun je een paar, want je bent toch tatoeateur? Ik had een paar oude machines van Tattoo Peter. Ik belde Peter op en zeg, Peter, ik wil dit gaan doen. Of je zegt nu, kom maar bij mij werken, of ik ga het zelf doen. En toen zei hij, ga het maar zelf doen. Ah. En toen ben ik in een keldertje en dat was, toen kwam de US Navy. Daarna zijn we een soort van vredeshaven geworden. Maar dan lag de hele haven vol met US Navy. En in Rotterdam ook, daar lag de Nimitz. Hm. Daar woonden 6000 man op zo'n ding, geloof ik. De marine en dat hele zootje kwam op Amsterdam afstormen. Want wij waren de city of sin. Hmm. Weet je wel, stoed, screwed en tattooed was het motto. Je moest die stad in vreten, neuken en zuipen. En iedereen natuurlijk ook in die tijd aan de marihuana of aan de cocaïne of whatever ze op straat gekocht hadden. Yeah. Bakmeel, autobanjers, weet ik veel wat. Dus ik had daar in die kelder zat ik. En het was de hele dag Navy. En ze kwamen gewoon binnen en vertrouwden jou. Drie dagen van me, ja, maar dit is een mooie flikkerij. Als ik dat een beetje netjes doe. Ik had zoveel geld verdiend, had ik een lange tijd niet bij elkaar gezien. Maar kon je het ook gewoon? Want je tekende als kind, tekende je veel? Nou, het uiteindelijk vasthouden van die machine en een tekeningetje maken, daar kom je nog best weg mee. Hmm. Je moet, wat je later leert ontwikkelen is dat je een beetje in de gaten krijgt wat voor een soort huid je mee te maken hebt en hoe voorzichtig je daar al niet. Maar in principe kom je, het eerste ding kom je wel door. Ja, ik denk niet dat als ze morgen op de stoep staan, dat ik ontzettend blij ben om ze allemaal nog een keer te zien. Maar er zitten wel dingen bij die je niet meer wil terugzien. Zoals? Nou, er zitten waarschijnlijk portretten tussen dat je blij bent dat je eronder gezet hebt wie het was. Elvis,
En ja, dat was een man met zwart haar. Je hebt een Dutch talent meegenomen. En dat is Daan van Hoof. Ja. Ik ga zo met Daan ook zelf praten. Maar ja, ik vind het een beetje een plicht om eigenlijk als je zeg maar een... Nou ja, jij noemt me nou een master, maar daar ben je niet de enige in. Om een beetje dat te passeren, om dat door te geven naar iets. En de oude tattooshop, met name in de begin 90e jaren en eind 80e jaren, is daar heel sterk in geweest. Bijna elke grote naam op dit moment in de tattoowereld heeft een korte periode in de Amsterdamse shop bij me gewerkt. Dat kwam ook natuurlijk door dat we hadden het er net heel even over dat in 83 maakten we de eerste grote tattooconventie in Paradiso. Mm-hmm. Dat was wereldnieuws. Wat daar gebeurde was gewoon... En er zat niet één Hollander te werken. Maar waarom was het wereldnieuws? Want in die tijd was tattoo nog geen mainstream bezigheid. Dat je zien wat die tatoeage was. Ze waren in één keer Japanners die dan met de hand zaten te werken. Er waren mensen uit Samoa, er waren mensen overal vandaan. Dus dat was de top of the world die daar in één keer op visite was. Dat is ver voordat jij je überhaupt bezig had, gewoon, Daan. Je wil het overdragen. Je hebt van al die mensen die er ooit bij je geweest zijn, had je natuurlijk iedereen kunnen meenemen. En toch heb je Daan meegenomen. Nou, wat er gebeurt is, ik krijg continu telefoontjes en word continu benaderd door mensen die zeggen dat ze kunnen tatoeëren of graag willen tatoeëren. En meneer Schiefman, ik heb hier een kind en mijn dochter. En dan zeg ik, nou stuur er maar langs. Laat er wel iets mee. Ik zijn in staat om met die telefoon te komen en zeggen: ja, maar dat is niet wat. Ik wil zien dat iemand iets maakt. Ik wil zien dat iemand iets tekent en niet iemand iets natekent. En Daan kwam met een boekje vol met eigen tekeningen. Ja. En dan heb je meteen een streepje voor bij me. Want het speent mensen vaak aan talent. Het ontbreekt ze aan talent. Ja. Maar ze zijn zo gewend om op dit moment gelijk te krijgen en ja te krijgen. Als je zegt dat het niet goed is, dan starten ze in huilen in de shop in elkaar. dat noemen ze de snowflake generation. Ja, ja. Je kan daar echt niet tegen. Daan, ben jij een snowflake? Nee, maar ik ben ook altijd best wel streng tegen mezelf. Dus dan is het misschien... Ik vind het wel fijn als iemand zegt, hey, het is eigenlijk niet zoals het hoort. Hmm. En dan zie ik dat eigenlijk eerder als iemand die me wil helpen. Ja, of zo, een soort aanmoediging meer. Maar ik heb niet gezegd dat het niet zoals nee, het hoort. Nee, zeker niet. Ja. Wat heeft hij gezegd toen jij je tekeningen zag? Weet je dat nog? Ik vond ze heel goed. Nee, ik vraag het Daan. Ja. Nee, ik zeg, vraag het Daan. Ja. Je vond het goed, vooral de klassieke dingetjes. Want je hebt een aantal tekeningen ook meegenomen. Ik heb wel meegenomen, ja. Dus kan je er één of twee in beeld houden, zodat we een beetje weten wat jouw stijl is. Oh, want dit zijn de, ja precies, als je hem daar houdt, dan komt het vanzelf in beeld. Ja, het zijn allemaal... Je moet hem even recht houden, want dan kunnen mensen meekijken. Ja. Het zijn allemaal klassieke ontwerpen. Eigenlijk van oude ontwerpen in een nieuw jasje. Ja. Dus ik gebruik eigenlijk de oude, sommige teken ik ook zelf. Soms hadden we ook samen een favoriet meteen, hè? We hadden een Ben Cordé. Ben Cordé, dat was een oude circusman, reus, die bekend stond om zijn tatoeage. Dat was Daan zijn inspiratiebron ook. Heb jij altijd willen tatoeëren? Het was altijd wel in mijn hoofd. Het leek me wel het ideale beroep, zeg maar. Maar waarom? Je kan gewoon lekker tekenen en daar verdien je geld mee. Maar het is wel eeuwig. Ik bedoel, als je een fout maakt, op papier is dat niet zo erg, dan kan je dat herstellen. Als je fout maakt op huid, dan is dat natuurlijk heeft het veel grotere effecten. Ja, dat is wel... Maar dat is ook wel de charme, dat het voor altijd blijft. Ja. En eigenlijk als je bezig bent, dan denk je daar de eerste paar lijnen over na. En dan... Daarna vergeet je dat en dan ga je gewoon... Dan vergeet je dat je die lijn voor altijd is. Dan ben je gewoon lekker aan het tatoeëren. Hmm. Heb je ooit fouten gemaakt? Ja, tuurlijk. Wat vertel. Lijkt mij de hel namelijk om een fout te maken. Ja, maar dat is op vrienden. En eigenlijk, mensen maken dat niet uit. Wat was de grootste fout die je nu kan herinneren bij vrienden? Nou, ik heb geen super grote fouten. Maar er zit wel eens een scheef lijntje natuurlijk tussen of zo. Hmm. Maar dat is je eigen kritiek op dingen... Ja, maar ja. Ik heb schrijffouten gemaakt. Ik ben dyslectisch. Oh, echt waar? En wat is de grootste schrijffout die je hebt gemaakt? In HR rondlopen en mokken met twee K's. En er loopt van alles rond, links en rechts. Mijn grootste blunder was ongetwijfeld op Douwe Bob. Waar ik een stuk Bob Dylan op zette, waar ik ook een taalfout in maakte. Kijk, je bent bezig met een dingetje te maken. En je denkt niet eens meer... Het is geen schrijven.
Je schrijft niet achter elkaar door. Nee. Je bent echt beeld aan het creëren. Ja. En dan let je minder op minder spanning. Wat je maakt. En wat kijk, de periode waar jij nu in begonnen met tatoeëren. Want je bent nu ongeveer een jaar bezig. Tatoeëren is eigenlijk niks obscuurs en niks vreemds meer. Sterker nog, ik geloof dat een kwart van alle Nederlanders inmiddels een tatoeage heeft. Het is wel heel anders dan de tijd waarin Henk begonnen is. Toen het echt wel underground was. Klopt. Wat is jouw visie op tatoeëren en op de ontwikkeling die de afgelopen jaren heeft doorgemaakt? Ik vind het best wel, het gaat wel een beetje de verkeerde kant op. Maar daarom probeer ik dit soort dingen terug te brengen. En ik hoop dat dan ook gewoon weer door te zetten. Dat toch weer mensen klassieke tatoeages nemen en een tattoo van de muur willen. Mm-hmm. Dat vind ik een grote charme hebben. Want Henk, je hebt alle ontwikkelingen meegemaakt. Volgens mij, de traditionele manier van tatoeëren is iets wat jou ook interesseert. En wat ik ook vaak op televisie heb gezien. Dat je gewoon in plaats van die machientjes ook met eigenlijk hele basic materialen werkt om een tatoeage aan te brengen. En dat hele tribal tatoeëren, dat het is nu zo mainstream geworden dat iedereen dat heeft. Er zitten meer koppensnellers en kannibalen hier in Brabant dan dat er nog op die eilanden te vinden zijn. Wat vind je van die ontwikkeling? Ja, wat vind je van die ontwikkeling? Dus het is heel dubbel. Kijk, je hebt aan de vooravond daarvan gestaan. Je hebt zelf meegeholpen om dit gat netjes te graven. En dan sodemiet je er uiteindelijk in. Hmm. Dus je kunt niet helemaal zeggen dat het... Je bent niet... We hebben verenigingen opgericht om te helpen bij bepaalde eilanden in de Pacific. Ja. De Pacific Tattoo Artists Association. Om de revival op gang te helpen bij verschillende... Waarom heb je dat toen gedaan? Want dat dat gebeurde niet. Het was inderdaad ook nog steeds... Ik wilde in eerste instantie meteen een boek maken. Uh-huh. Als fotograaf. Maar toen heb ik een reportage voor de Avenue gemaakt. En daar heb ik het eigenlijk bij gelaten. En toen wilde ik eigenlijk een stuk meer weten. Ik wilde weten waar het vandaan komt, waarom het is en wat het is. Dus ik ben daardoor in door blijven verzamelen. En die verzameling werd eigenlijk steeds groter, komt steeds meer bij. Wat verzamel je dan precies? Nou, heel kort door de bocht verzamel ik alles met 3 T's, 1 A en 2 O's. En het zit op huid. Hoe verzamel je dat? De plaatjes, de tekeningen, de correspondentie tussen tatoeëerders. Ook bijvoorbeeld, in het begin was de bibliotheek heel pover. Je had 1 of 2 boeken, kon je in het begin 70 krijgen. Nu komt er om de 2 weken, of om de week, komen er misschien wel 2 boeken uit over tatoeage. Dat die allemaal een pak bagger zijn, is weer een ander. Waarom is het bagger? En hoe onderscheid je kwaliteitstatoeages van bagger-tatoeages? Het zijn allemaal dezelfde plaatjes. Je, mensen komen tegenwoordig ook binnen om te tatoeëren met TikTok. Weet je, we zitten in een soort van vreemde... Dus al die plaatjes zijn, en menen ze ook nog dat ze heel origineel zijn. Maar eigenlijk als er zoveelste zijn met een kompasroosje en 2 roosjes. En dat proberen we nog steeds een beetje in een andere baan te leiden. We proberen. Maar ondertussen proberen we ook om te kijken of we iets terug kunnen krijgen. Of we de pelgrimtatoeage terug kunnen krijgen. Of dat we bijvoorbeeld de Berber-tatoeage weer een touwtje kunnen geven. En dat gebeurt ondertussen wel. Ja, want eigenlijk willen mensen zich onderscheiden door tatoeages. Maar omdat het allemaal dezelfde afbeelding zijn, is het mainstream geworden. Ja. En eigenlijk de aantrekkingskracht waar je net over vertelde. Het communiceren met je lichaam zonder woorden te gebruiken. Wordt dat nog steeds gedaan of is dat met die eenheidsworst verdwenen? Nee, dat is weg. Als je bijvoorbeeld de Temptation Island tattoo ziet, zoals als die eigenlijk van Beckham vandaan komt, een beetje grijs wolkerig vol. Dat communiceert niet meer. En de Japanse sleeves die je dan hebt, wat vind je daarvan? Ja, dat is dan wel weer anders. Die heb je dan ook als die hier gemaakt zijn. Zijn ze natuurlijk ook niet Japans. Er zitten dus ook een enorme stomme vergissingen in. Lentebloesems bij herfsttaferelen en dat soort dingen. Dus dat is wel even een studie. Dit is een ander verhaal. Dit is nog steeds een levend gebeuren natuurlijk. Ja. En als je nou in de glazen bol zou moeten kijken, Daan. Als jij uiteindelijk inderdaad het stokje hebt overgenomen van Henk. En wat zou voor jou de toekomst van tatoeëren zijn? Over 10 jaar kom je hier weer. En dan heb je inmiddels een carrière van 10 jaar achter de rug. Mag hij ook master zeggen? Mag je ook master zeggen, laten we het hopen. Maar wat zou je willen bereiken in de tussentijd? Ik wil gewoon weer de klassieke tattoo terugbrengen. Het gaat nu steeds meer naar realistisch, dat is heel populair. Maar ik vind het juist de kracht van zo'n traditional, van echt een traditionele tatoeage, dat is een hele herkenbare tattoo. En je kunt met een traditional tattoo kun je
gewoon van een afstand zien wat het is. Maar wat communiceert dat dan? Want je hebt zelf een aantal traditional tattoos. Ja. Dan kan je die ook op beeld laten zien. En wat wil je daarmee zeggen? Waarom bijvoorbeeld het vrouwenhoofd aan de binnenkant van je arm? Ik vind het gewoon heel krachtig. Je ziet het gewoon gelijk. Het is een gypsy, het is een zigeunermeisje. Ja. En bam. Ik vind het altijd stom als je iemand zo'n David Beckham arm... en dan moet je even kijken wat het is, ja, of zo, weet je wel. Ja, ja. Het is overgedetailleerd en verzopen in allerlei grijs. Die klassieke dingen die waren ook thema's als bijvoorbeeld de mens... en de ondergang van de man. Dan had je dus alles wat een man in de problemen kwam brengen. Een vrouw, dobbelstenen, een mes, ja, ja, een spel kaarten. En dus een hele duidelijke dingetjes... Linkerarm, rechterarm, zo'n meisje op de linkerarm. Dit is over zo'n Ben Cordé-designtje. Maar uiteindelijk ben ik bang dat er precies hetzelfde gebeurt als wat er met die tribals gebeurd is. Inderdaad, de klare lijn waar je van houdt. De duidelijkheid waarmee een tatoeage communiceert. Dat heeft nu een betekenis, dat heeft waarde. Maar op het moment dat je deze tatoeages even vaak ziet op Temptation Island... als de wolkentatoeages die je nu omschrijft. Het ligt eraan wie ze draagt. Waarom? Als het weer terugkomt bij... je hebt natuurlijk mensen... Je hebt een aantal subculturen gekregen. Dat zijn die bepaalde ontwerpen zijn exponenten van zoiets. Ja. Als je Chili Pepper fan bent, dan heb je Chili Pepper. Die rock'n'roll logo's zijn er als een nieuwe religie bijna ingekomen. Maar vroeger had je toch duidelijk beroepsgebonden tatoeages. Zeemans tatoeages. Boerentatoeages. Maar we zijn geen zeeman meer. We zijn geen rockhelden meer. We zijn ICT'er. We zijn bankmedewerker. En we zijn boekhouder. Moet je getallen op? Wat moet je dan? Nou, de computer? We zitten te wachten eigenlijk op een soort van periode... dat daar wel iets gaat gebeuren. Ja, er komt wel een verschuiving aan. Denk ik. Ja. Gaat wel wat minder worden. Het gaat wat moeilijker in die tattoo-wereld worden. Het koren van het kaft gaat wel een beetje gestegen. Waarom gaat het moeilijker worden? Omdat het nu zo mainstream is. Op je 18e krijg je bijna... beginnen al de prooi geworden van bijvoorbeeld instituten als GGD en weet ik wat. Wat een instituut wat eerst nog voor ons was, is er nu in één keer andersom. Ja, want jullie mogen bepaalde kleuren niet meer gebruiken. Nee, daar heb ik het nog niet eens over. Ik heb het alleen maar over de bemoeizucht die het Nederlandse apparaat altijd met dingen heeft. Wij hebben contact gezocht op die eerste conventie met de GGD, met Cotillo in de tijd. En toen hebben we gezegd van luister, wij willen geen... ziektes overdragen. Dus we willen dat je ons helpt om ervoor te zorgen dat we geen hepatitis C of geen HIV over kunnen dragen. Ja. En daar hebben we een klein, makkelijk, handzaam pakketje van gemaakt. En dat hebben we uitgedeeld onder de 30 tatoeëerders die er toen in Nederland zaten. Nu gaan ze met de dag verder. Dan willen ze weer een stokje zo. En dat moet dan ook gesteriliseerd zijn. Het nieuwste wat ze willen is eigenlijk dat je het zogenaamde QR-code-achtige paspoort krijgt. Waarop je moet invullen wie die juffrouw, die meneer is. Wat hij getatoeëerd heeft. En uit welk flesje dat een beetje rood is gekomen. Zoals hij over 20 jaar jeuk als ze dat toekrijgt. Dat we dan nog een keer kunnen zeggen, oh dat is waar. Ja, u heeft flesje 32. Hè? Die heb ik hier toevallig nog. Kunnen we daar in... Dus, dat is toch goed? Dan kan je even in ieder geval... Hey, is de totale fucking onzin. Ze moeten van ons beroep afblijven. Dan zie je een juffrouw die zit in een soort nagelsalon. Die moet over ons praten. Onze pech is dat we de piraten die we zijn, die paar die er nog zijn, zich niet makkelijk in een organisatie laten proppen. Hmm. Dus dan moet je het afleggen tegen bedrijven die een uitstekende lobby hebben. De wildgroei onder de suppliers, de mensen die dit soort spul aan ons moeten verkopen, is een hele ernstige en een hele angstige. Ja, ja. Waarom? Omdat die mensen allemaal het wiel hebben moeten uitvinden. Vroeger waren er 3-4 verschillende suppliers. Hmm. Die waren al jarenlang oud. Deze mensen hebben allemaal hun eigen kleuren. Ja, ja. En er is geen government in de wereld die kleuren checkt. Ja. Die mensen in een potje doen en dan verkopen en dan steek jij het erin. Ja. Maar ja, het is wel grappig. Want enerzijds vind je overregulering vind je niet oké. En dat snap ik bijvoorbeeld van de GGD. Aan de andere kant zeg je, ja, maar die suppliers die moeten dan wel weer gereguleerd worden. Dus waar vind je die balans? Daar heb je gelijk in, maar ik ben veel meer. Ik zou liever een soort van gildeachtige situatie zien. Waarin ik een jongen als Daan een vak leer. Ja. Je koopt nu voor 30 euro kun je een tattoo-machine kopen. En om nog maar eens bij de, hoe heet dat, te blijven, bij de MeToo, dan staat er een advertentie in een bijkerblad. En er staat van: no talent needed, easy pussy. Ja, dan kun je dan van weggaan. Was dat ook jouw aantrekkingskracht om het te gaan doen?
Nou, ja. Voor mij was het No Talent Needed inderdaad. Ja. Maar vertel eens, hoe ga jij te werk? Want ik, we hebben de tekeningen gezien. We zien het werk. Is dat je eigen? Heb je jezelf getatoeëerd? Ik heb een van mijn eerste tatoeages heb ik op mezelf gedaan. Dat was best wel raar. Ja. Want je bent jezelf toch zeer aan het doen. Maar dat is wel. Zo leer je het wel goed. Daar heb ik wel veel van geleerd. En hoe ga je nu te werk? Want inderdaad, het is niet de infinity science die je, waarbij ik bij jou terecht kan en waarbij je talent naar boven komt. Hoe vind je het leukste om te werken? Ik kom de shop binnen. En hoe gaat het dan? Ik zeg, ik vind een tatoeage. Ja, ik vind het leukste gewoon als je gewoon iets kiest. Gewoon ja. Niet iets. Vaak komen nu mensen binnen en dan willen ze een klok en daar moet dan een bepaalde tijd op staan. Ik vind het niet zo'n charme hebben. Ik vind het veel vetter als je gewoon... Ik wil een slang of ik wil een bloemetje met een naampje of zo. Maar slang, een bloemetje met een naampje, dat is ook niet echt origineel. Hoe zorg je nou dat je... dat je wat jij maakt aansluit op wie ik ben? Dat is wat daar moet leren. Ah. Dat is een spel tussen klanten. Je maakt een compromis natuurlijk. Hmm. Iemand wil iets en jij moet voor diegene zorgen dat hij krijgt wat hij wil. Ik kom bij jou binnen. Ik zeg, ik wil zo graag zo'n hele mooie tribal omarm. Ja. Hoeveel geld heb je? Maar ik bedoel, om maar even echt een plat voorbeeld te noemen. Dat het gesprek leidt naar zaken als... van bijvoorbeeld je afkomst. Dan zeg je, ik ben half Portugees... of ik heb een stukje Braziliaans bloed in me. Of ik, dus van, nou, dan moet je kijk eens bij die en die volkeren... die uit die buurt vandaan komen... met wat hun aan primitieve kunst hebben. Misschien vind je dat leuk. Dan zeg je, nee, ik wil het doen voor mijn opa of voor mijn oma. Zeg, nou, dan kun je, je kunt de naam van je opa of je oma... maar je kunt ook gaan kijken in de man zijn handschrift... Heeft hij misschien een handtekening die je mooi vindt? Of heeft hij een handschrift? Heeft hij een briefje aan je geschreven dat het twee of drie woorden zijn die samen een tatoeage kunnen maken? Dus zo ga je op zoek naar wat iemand wil. Maar meestal heeft iemand al een redelijk idee. Alleen het probleem op dit moment is dat je begint zeg maar vanaf een jaar of 16 mag je getatoeëerd worden. En vroeger was dat iets wat je... zonder dat tegen je vader of moeder te vertellen, deed. Maar nu komt fucking vader en moeder mee... en die hebben de rekening, die hebben de portemonnee bij zich... en die willen dat kind laten tatoeëren van onder tot boven in één week. En dan willen ze nog gaan betalen ook. Maar wat is daar fout aan? Ik bedoel, welke stap hebben we gemaakt? Met je moeder daarna. dat moet rustig, moet dat op zijn plek komen. Iemand moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Niet een verwend nest wat wekenlang zit te zeiken voordat hij eindelijk 16 geworden is. Van, ik wil getatoeëerd worden. Nee, dat kan zo niet. Ja, het moet opbouwen. Het is een rite passage. Je moet langzamerhand... van een jongetje een man worden. Is dat bij jou ook gebeurd? Dus ben je van, doe je onder andere tatoeages? Nou, dat doen wij met hem. Laat hem praten dan. Hij gaat door bootcamp heen. Denk je dat het hem makkelijk maakt? Nee, maar ik wil zijn stem horen. Hoe is het bij jou gegaan? Ik bedoel, je hield van tekenen. Tatoeëren was niet je eerste liefde. Dat is niet wat je gelijk wilde gaan doen, maar je vond het wel interessant, toch? Het is iets dat, ik denk 16, dat een beetje kwam, die liefde voor tatoeëren of de interesse. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Wat zeiden je ouders daarvan? Die gingen mee naar de shop en die wilden je laten tatoeëren. Nee, ja. Nu vinden ze het wel oké, maar ze vonden het wel een beetje gek of zo. Ze hadden zoiets van, je kan zo goed tekenen, ga gewoon naar de kunstacademie. Maar ik wist toch wel... Ik wist al wel lang wat ik wou. Dus ik ben dat gewoon gaan doen. En wat trekt je nu aan in die wereld van tatoeages? Ik wil gewoon vette tekeningen maken en dat op mensen. Maar waarom maken. Op mensen? Want vette tekeningen kan je ook op je computer, op je kladblok. Waarom op mensen? Klopt, het is toch vet dat het voor altijd blijft. En ik vind het leuk als mensen dingen verzamelen. Dus je bent een soort van piraat en je verzamelt plaatjes. Dat vind ik echt. En hoe ontwikkel jij je? Want dit is inderdaad de stijl die je nu hebt. Die hele klassieke, de tatoeages, de klare lijn. Heb je al een idee welke stappen je... Ben je nu al met de volgende stap in je eigen ontwikkeling bezig? Ik weet het niet. Ik denk dat ik ook nooit echt mee bezig ben geweest. Het is eigenlijk altijd vanzelf wel gegaan. Het gaat allemaal wel vanzelf. Ik ben het eigenlijk altijd wel aan het tekenen. En die volgende stap die komt vanzelf. Daar hoef ik niet eens over na te denken. Ja, en hoe vaak tatoeëer je mensen nu? Want je bent begonnen om echt allerlei klusjes in de shop te doen, toch? Ik was begonnen dus bijna een jaar geleden. En dan doe je alleen maar schoonmaken. En nu probeer ik wel elke week iemand in te plannen om
Ik ben nog steeds aan het leren, nog wel. Ben je zenuwachtig als je tatoeëert? Wel een beetje, maar ik was vroeger altijd veel zenuwachtiger als ik voor de klas moest staan. Het is anders. ja. Je bent toch wel zelfverzekerd in je hand of zo. Want dat moet hij leren. De omgang met mensen is een heel belangrijk stuk. Maar hij, dat hele tatoeëren, dat is niet zo moeilijk voor hem. Hij heeft dit al. Mm. Hij komt met dit binnen. Hij heeft de liefde voor dat stukje. Dus als hij dat is, dan ben je bij mij al met één hele voet in de zaak. Dan is de rest is bijzaak. En ja. Maar is het zo? Heb je nog het gevoel dat je dat moet leren? Dat communiceren met mensen, tuurlijk, het voelen? Tuurlijk. Dat is het lastige van het beroep. Zeker als je, weet je, we zijn tekenaars. We zijn eigenlijk een beetje... ik ben gewoon vooral een beetje een stil type. En mensen zijn al heel lastig af en toe. Maar het was vroeger... Kijk, wat ik wel eens zei. Want Lyle, dat was een oude vriend van ons. En die leerde ons na jarenlang nog steeds een truc. Het is een beetje een gypsy-beroep. Wat zich afspeelde in de carnavalachtige situatie. Ging je mee met het circus als getatoeëerde juffrouw, getatoeëerde man. Tatoeëerde je mensen. Nou, hoe weet je nou wat je bijvoorbeeld aan een prijs aan iemand moet vragen? Dus Lyle, die leerde ons nog na al die jaren. Die zegt bijvoorbeeld, heb jij een mooie tattoo, zeg? Oh, wat heb je daarvoor betaald? Nou, zo, dus dan weet je op dat moment al wat die bereid is te betalen. Mm. Dus het zijn overal kleine trucjes. Het is een beetje een er zit een marktachtig, er zit een heel volksaspect in. Dat nu een beetje gaan zitten spelen met een juffrouw aan de deur. Die afspraken in het appointmentboek zet. En de telefoon met twee woorden op. Dan ben je nog helemaal belazen. Je moest vroeger echt, het was een stap. Ja, ja. Als een meisje van 16, 17 in die kelder binnenkwam. Dan was het een tough cookie. Ja, ja. Over meisjes gesproken. Achter veel succesvolle mannen staat ook een succesvolle vrouw. Of meestal naast, niet eens achter. En die wil ik er nu ook even bij halen. Louise, kom erbij. Een applaus voor Louise. Ik vind het zo fijn dat je ook even aanschuift. Want het is eigenlijk belangrijk om... Ik ben zo benieuwd naar jouw perspectief. Want hoe ben je verzeild geraakt bij deze man? Laten we daar even bij het begin beginnen. Dat is een heel erg lang verhaal, maar ik ken Henk al vanaf mijn 15e. Mm. En toen was hij nog fotograaf en maakte reportages voor de Nieuwe Revue. En ik hing toen in de punk scene met een dokter Rad, een toenmalige vriendje. En daar kwam Henk met zijn toenmalige vrouw Patricia Steur om ons te fotograferen voor het blad. En toen leerde ik Henk voor het eerst kennen en... Toen is Ivar overleed en Ivar had een Amsterdams wapentje op zijn hoofd. En zodoende, na zijn overlijden, ja, ik wilde eigenlijk wel iets om hem te memoreren. En zodoende kwam ik eigenlijk ook dan op de wallen bij hem in dat shopje terecht. En toen ik eenmaal die tattoo shop zag, toen was ik verkocht. Wat was het? Ja, ik vond het zo magisch. Het was zo'n andere wereld dan die ik vanuit mijn jeugd helemaal niet kende. Ik vond, dit was avontuur, dit was spannend. Hoe zag je jeugd eruit? Vrij besloten, moeder, alleenstaande moeder, kunstenares, heel erg teruggetrokken en schilderend. En voor de rest eigenlijk helemaal geen wereld. En ik al heel jong toen ik het... Nou, ging ik het huis uit en bang, naar Paradiso. En, ja, je vader Hare Krishna. Ik heb een hele rare, hele rare jeugd gehad, zeg maar. Maar ja, ik vond een antwoord in wat ik daar zag. Ik vond het zo echt van, wauw, dit is avontuur, dit is Captain Hook. Ik weet het niet. Ik vond het prachtig. En jullie, hoe lang zijn jullie samen nu? We zijn nu 25 jaar samen. En waarom werkt het? Oh ja, god, jeetje, het is een heel ander programma, jongen. Er zijn een heleboel. Nou ja, ons natuurlijk. We kunnen gewoon erg goed met elkaar opschieten. Op reis zijn we heel goed met z'n tweeën. Een van de eerste dingen die we gedaan hebben was... nu gaan we eens uitzoeken, want we kenden elkaar al lang. Mm-hmm. Van hoe stabiel ben je met elkaar. Dan zijn we naar Santiago de Compostela gelopen. En dan loop je dagenlang met z'n tweeën door het landschap. Iedereen met zijn eigen muizenissen. En dan, af en toe liep ik terug. Terug? Ik wil niet meer. En nu even niet. Nee, we zijn echt de beste vriendjes, zeg maar. Mm. En we kennen elkaar, ik bedoel, tussen mij en toen... Want ik kwam op een gegeven moment bij hem in de leer, op mijn 17e. Yeah. En daar ben ik toen 2,5 jaar geweest. Toen ben ik vertrokken naar Brazilië. En hij inmiddels
daarna gescheiden, overnieuw getrouwd, vader geworden. Dus onze wegen kwamen vast pas veel later weer bij elkaar. En toen was het echt van ja, twee eigenlijk oude vrienden vertrouwd bij elkaar. En op een gegeven moment sloeg de vonk over. En toen werd het natuurlijk, was het ja, nu al 25 jaar. Dus niet bij heel Holland tatoeëerd. En nee, maar ook jij, als je het hebt over de ontwikkeling van ook tatoeage, ook jij hebt gezien hoe dat van obscuur mainstream is geworden. Ja. Wat vind jij daarvan? Wat vind jij van die ontwikkeling? Nou, ik ben in ieder geval niet meer aan het tatoeëren. Waarom niet? Omdat ik niet meer met omdat ik deze omgang, ik kan daar helemaal niet meer tegen. Waarom niet? Omdat ze iets willen en dan maak je iets en dan maken ze er een foto van en dan gaan ze zo doen en dan zeggen ze daar zit een gaatje in, dat moet nog, en dan denk ik jongens, maar dan moet ik je uitleggen dat met de tijd, dat het met die huid, ja, dat die inkt er gewoon in moet dalen en dat wordt op een gegeven moment mooi en niks mooier dan een oude tatoeage, maar iedereen denkt er alles van te weten en ja, in mijn tijd was het pure romantiek en het was rebels en ik zelf was een reizende tatoeëer. Ik heb wel een tijdje een shopje gehad, maar daar werd ik veel te onrustig van. Dus ik ging met mijn koffertje naar Brazilië en ik ging met mijn koffertje naar India. En ik maakte een hutje op het strand en ik zat met schoentjes en weet ik het allemaal. En dat geklungel vond ik heel prettig. En ja, daarna, ja, ik een andere omgang wat met mensen ook. Ik vind het gewoon, ja, het, voor mij heeft het niet meer wat het had, maar ik ben wel heel trots en blij met onze shop en met Daan en met iedereen die in de shop werkt en de waanzinnige kwaliteit die daar geproduceerd wordt en ook de originaliteit nog steeds. Ja, ja. En dat mis ik in een wereldwijd zien we dat ook nog steeds gelukkig, ja. En we hebben ook heel veel contacten wereldwijd met de allerbeste Japanners en Maori's en noem maar op. En dat is geweldig. Maar oké, ik ga even knuppel in het hoek en gooien. Zijn jullie niet nou van die generatie geworden die zegt, zoals elke generatie dat zegt, vroeger was het beter. Precies dat. Nou, vroeger was alles beter. Nou, dat is wel hetgene wat jij mij altijd verwaarschuwt. Niet Henk, je moet geen... Nee, want wij zijn wel voor verandering, absoluut. En ik tuurlijk betrap ik mezelf erop dat ik af en toe een oude zeikerd ben. Dan denk ik van, ja, kom op Louise, kom op. Jij bent zeker als een oude punk, hou op. Weet je wel, maar... Je bent er toch wel, de de vertrutting vind ik, daar heb ik gewoon een beetje moeite mee. Ja, ja, ja. Het is niet van, het was allemaal beter. Het was wel leuker, vond ik. Wel, dat is wel een hoop veranderd. Ja, ik vind het zo'n eenheidsworst geworden. Nee, maar dat vind ik jammer. Ik mis kleur. Ja, maar als je die mensen ook ziet in het journaal, zie ik dan een juffrouwtje, die zit dan ergens. En dan denk ik van, het is allemaal dezelfde tattoos. Ze hebben ook overigens dezelfde neus. Die hebben ze ook ergens laten. Die heb je ook gekocht dan? Ja, want ik heb dus zo'n toertje door Nederland gedaan met z'n tweeën langs allerlei theaters. En dan kom je ergens in Zoetermeer en dan hangt een poster dat je je wenkbrauwen kan laten doen voor €139 en je lippen kan op laten spuiten voor €249. Een soort van stuntprijzen, ja, met plastische chirurgie. Supermarkt aanprijzingen. Ja. Maar wat, kijk, het feit dat je keuze hebt, vergeleken met die bekrompen jaren 50, bij wijze van spreken, is alleen maar fijn. Ja, en niemand dwingt je om voor €250 neus te tatoeëren. Een neus aan te laten meten. Het is toch alleen maar, je hoeft het niet te doen, maar het kan wel. Dat is toch heerlijk? Hoe vrij is dat? Nee, ja, nee, natuurlijk. Dus de vrijheden, dat is ook leuk. Maar wat ik mis, is een beetje de originaliteit. Ik mis de zogenaamde paradijsvogels misschien. Daan, je bent niet origineel. Je hele generatie, vroeger was het allemaal beter. Nee, het is allemaal niet origineel. Nee, hij geeft heel veel hoop, want ik vind dat... Ja, dat vind ik ook. Geef jij hoop, ik wil jou horen. Ik probeer het wel. Ik probeer het toch wel elke keer wat anders te doen en toch even... net anders of toch net iets ouderwets weer erin te doen. Hij is gewoon een oude ziel. Ik ben een beetje misschien een oude ziel en een nieuwe... Maar ik denk, als je dit verhaal hoort, van hoe zij naar de scene kijken, naar de wereld kijken, naar de ontwikkelingen. Hoe sta jij daarin? Want jij moet nog beginnen. Ik moet nog beginnen. En soms, je moet er niet te veel over nadenken. En ik denk dat die oude wereld prachtig was, maar... Ik denk dat er alsnog wel avontuur zit in die tattoo-wereld. Maar nou even nog heel eventjes, want voordat je me nou weer in mijn mond gaat snoeren over hoe ik dat... Kijk, er is een bepaald patroon. Als Daan op een bepaald punt komt, dan... En hij heeft nu zijn machines, hij heeft zijn spulletjes, dan zeggen we Daan,
Jij gaat nu daarin en bellen we op. Dat heb ik net nog tegen hem gezegd. Hallo, is het Miami? Ja, kan Daan twee weken bij je komen? Philadelphia. Okay. Na Miami sturen we Daan door naar Philly. Ja. En twee maanden naar meneer Perfect. Dan gaat hij nog twee maanden naar Hawaii. Ja. En dan kan hij daarna zo via door de database heen naar Nieuw-Zeeland om in Auckland nog weer twee weken te gaan werken. En dan heeft Daan een retourtje langs de wereld gedaan. En dan is hij een tatoeëerder. Ja, dan komt dus dat delen waar je het over had en die expertise delen, dat staat nog steeds voorop. Ja, dat is het leukste. Ja. Je hebt natuurlijk ook, we hebben hier al heel veel. Ik wil ze vooral liefde voor dit vak aanpraten. En je kunt dit vak niet alleen maar doen omdat er. Omdat de stuivers te verdienen zijn. Maar zonder liefde niet opdringen. Je wordt er zelf verliefd op. Ja, maar zonder liefde was je die shop ook niet binnengelopen, of wel? Nee, was natuurlijk niet. Binnengekomen? Nee, was je niet eens binnengekomen? Ja. Ze hebben een lieve moeder in de shop. We hebben een hele grote, heel groot taschenboek. Vertel eens, wat is het? Waarom heb je het gemaakt? Of hebben jullie het gemaakt? Nou, zoals ik aan het begin al zei, dacht ik ga een tattooboek maken. Maar dat lukte niet helemaal naar mijn zin. En naarmate die collectie groter werd, werd die collectie diverser en diverser. En ik heb in begin 80, ergens, eind 80, begin 90, een boek bij Taschen gemaakt, 1000 tattoos. Mm-hmm. Wat waarschijnlijk het meest verkochte tattooboek ter wereld is. Zoveel, dat heeft Benedict Taschen mij nooit verteld hoeveel hij ervan. Je hebt er ook niks aan verdiend. Nou, jawel, maar met Taschen maakte je in die tijd een keiharde deal. Zo van, ik had toen net een museumpje, eerste museumpje op de gracht. Ja. En ik kreeg toen 50.000 guldens of zoiets. En dan gingen hun dat boek maken. Daar was ik al lang blij. Ik kreeg aandacht voor dat museumpje. Mm-hmm. En ik had geld om dat museumpje te bouwen. Ja. En dit is in de nadagen van het laatste museum geweest. Dus ik heb hier toen een redelijk voorschot op gekregen, wat opgegaan is in het redden van dat andere museum. Dat is niet zo erg. Maar uiteindelijk ligt hier dit prachtige boek. Waar ik niet rijk van zal worden, maar waar ik wel rijk mee ben. Maar wat wil je vertellen met dit boek? Ik wil laten zien wat we vandaan komen en wie we zijn. Dit is een beetje een boek wat laat zien wat er in verschillende culturen gaande is en hoe dat onze cultuur is binnengekomen. Want de tatoeage ligt op een gegeven moment nadat die door verschillende kerkelijke genootschappen zo goed als verboden is, blijft er nog maar heel weinig over als een paar plattelandse dingen. En zeker als de Calvinisten aan de bak komen, dan wordt het helemaal minder natuurlijk. Mm. Wanneer zijn de eerste tatoeages in Nederland bekend? Nou, hadden we het net nog over. Bijvoorbeeld de heilige Hieronymus van Weert, een van de 19 martelaren van Gorinchem, was een getatoeëerd man. In welke tijd was dat? Maar dat is een pelgrimstatoeage. Dat is 16, wat is de 15? 1080 jaar. Ja, precies. Tijdens de 80-jarige oorlog wordt er hier dus gezegd. Dus dat is op zich al een zeldzame registratie van zoiets. En wie zien we hier? Nou ja, wat er gebeurd is, ik ben nogal, eigenlijk kom ik natuurlijk uit een katholiek nest. En ik werd gevraagd om voor Nederland Museumland een filmpje te maken over de Sint-Nicolaas Basiliek. En die vertelde mij dat ze de hand hadden weten te leggen op een reliek van de heilige Sint-Nicolaas. En die stond op de schoorsteen in de pastorie. En ik heb dat doosje in mijn handen. Dus ik denk van, hé, dat is een mooie manier om de pelgrimstatoeage, dus Sint-Nicolaas als tatoeage, terug te brengen in de samenleving. Want ook de pelgrimstatoeage had betekenis. Dat nam je om je te beschermen tegen. De pelgrimstatoeage nam je omdat je je al voldaan had aan een bepaalde boetedoening. En dat was een lange wandeling. Als je nu naar Edam gaat, er is een Sint-Nicolaaskerk, die is op 22,9 kilometer afstand van de basiliek. Mm-hmm. En je loopt naar Amsterdam, dan heb je recht op die tatoeage. We waren bij het boek gebleven, hè? Want daar wil je de geschiedenis en de afkomst van de tatoeages aan ons tonen. Dit is mijn verzameling. Hier zit alleen maar spullen uit mijn eigen verzameling. Dus dat is een beetje ook een leidraad hierin. Ja. En daar hebben we hoofdstukken voor gezocht. En dat begint dan natuurlijk met de tribale wereld. Want eigenlijk kun je praten over de tatoeage, dat die een soort van herintroductie krijgt op het moment dat alle schepen verder gaan als de Kaap. Ja, dus dan kom je terecht in de Pacific en zoiets. Jacob Roggeveen, Abel Tasman, maar ook
De Russische ontdekkingsreizen, Franse ontdekkingsreizen. En die brengen dingen mee terug. Wat was, die brengen niet alleen schelpjes mee terug, maar die brengen ook hele mensen mee terug. Ja. Die mensen die worden dan hier aan de koninklijke huizen voorgesteld. En hier is getatoeëerd die man. En bij de koning en de koningin. En dan vervolgens gaat hij naar de hertog. En dan eindigt hij op de kermis. Of hij sterft aan een neusverkoudheid. Ergens. Maar die mensen, dat is het begin van de museale wereld. Ja. Toen zijn de musea's ontstaan. De oudste musea's zijn van Nederland, is dat Tylers. En in Engeland heb je nog een iets oudere museum. Maar die zijn allemaal uit diezelfde tijd. Uit nieuwsgierigheid bij elkaar gebrachte verzamelingen. Rembrandt was een man met een eigen verzameling. Absoluut. Dus dat is een beetje wat dit is. Dit is een bijeengebrachte verzameling. Maar samen het verhaal van de tatoeage vertelt. Maar welk verhaal vertelt het verhaal van de tatoeage over de mens? Wat zou je hieruit kunnen destilleren? Want wat interessant is dat er wereldwijd getatoeëerd wordt. Ja. Wat betekent dat dan voor de mens of voor mens zijn? Waar niet getatoeëerd is. Iedereen is bekend met dat fenomeen. En wat betekent dat? Dat ligt heel erg aan hoe dat ook waar je bent. Mm-hmm. En hoe dat gebeurt ligt ook aan waar je bent weer. Als je geen scherpe voorwerpen hebt, dan wordt het een steen. Mm. Of het wordt kruid, of het wordt naald en draad. En het ligt ook een beetje aan wat je nodig hebt. Maar zou je kunnen zeggen dat die tatoeage de betekenis van de tatoeage verschilt? Nee, maar als het een factor heeft, als het een magische factor heeft, als het een medische factor heeft, als het een erotische, maar ook een camouflage of een totem. Dus een decoratie? Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat zijn eigenlijk alleen wij. Wij zijn van de decoratie. Ja. Dus alleen het Westen heeft alleen pure... Is een decadente grap eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. Wij hebben eigenlijk niet iets nodig. Nee. Misschien dat we een tijdje lang... zijn er wat administratieve tatoeages geweest... maar dat is ook niet echt een goed idee... geweest. Dat vind ik een interessant eufemisme dat je daar gebruikt. Ja, dat waren dan ook dingen die bijvoorbeeld in het leger een bloedgroep. Ja. Dus kun je dan wel weer de functie gedeeltelijk. Ja, ja. Louise, wat zou er moeten gebeuren om jou weer te laten tatoeëren? Want het is natuurlijk eeuwig zonde dat je gestopt bent. Ik zeg dat ook altijd. Van, kom op, dan ga lekker met me mee. Ja, maar ja, jij bent in de shop altijd zo bazig. Niet alleen in de shop, hoor. Niet alleen in de shop. Ik schilder, ik tatoeëer, ik maak kinderjasjes. Ik ben de moeder van de shop. Ik ben de rechterhand van Henk. Ik werk mee aan dit soort projecten, boeken, tentoonstellingen. Ik heb binnenkort mijn eigen eerste fototentoonstelling. Ik ben gewoon tevreden op de plek waar ik nu ben. En af en toe maak ik een tattoo omdat Daan van mij iets wil. Mm. Of iemand uit het buitenland die weet je dat het meer als een souvenir is. Kijk, dat is ook een foto van mij. Mm. En die andere ook. Dus ik vind het leuk om te fotograferen. Ik heb een hele goede tijd gehad tatoeërend. Mm-hmm. En ik hou er nog steeds ontzettend van. Maar gewoon echt, kijk, als we op een conventie zijn, dan vind ik het leuk om bij te springen. Als we in het buitenland op reis onderweg zijn, dan vind ik het leuk om bij te springen. Dan heeft het een andere lading, dan is het wat vluchtiger, wat spannender. Dan is het, en daar hou ik meer van. Maar echt in de shop zitten, werken. En er zit zoveel talent in onze shop. Ik kan het niet eens meer bijbenen, joh. Ik hoor daar echt al lang niet meer bij. Ik ben zo old school. Al die fantastische nieuwe naalden en machines en weet ik veel wat. Ik ben echt old school. Maar vind je dat niet lastig om van jezelf te onderkennen? Dat lijkt mij heel lastig, omdat je zelf old school bent. Ik heb zelf niks meer wijs te maken. Dat is het leuke van ouder worden. Weet je, ik ben niet aan het janken van God, ik ben geslagen. Ik heb het gewoon je moet ook niet heel erg leuk gehad. Ik heb ook mijn hoogdagen met Henk in de shop in de vroege jaren 80. Nou, fantastisch, dat neemt niemand meer af. En ik heb nog steeds plezier om in de shop te komen. Ik kijk altijd wat iedereen aan het doen is. Hmm. Ik spring ook bij als ik Daan bijvoorbeeld iets zie doen. En ik denk, moet je het misschien net even zo of zo doen. Hmm. En mijn rol is goed zoals het is. En af en toe maak ik souvenir en dan roept iedereen, vooral Daan... Ja, maar waarom ga je dan niet nog meer? En iedereen wil het graag, maar ik ben tevreden op de plek waar ik ben. Maar er is ook een ongelooflijke hoeveelheid talent op dit moment aan het werk in die wereld. Maar wacht even, waarom vind je dit plaatje zo grappig? Omdat ik dit gemaakt heb onlangs. En dit zijn de jasjes waar je het over hebt.
Op mijn oude dag. Dan zit ik met een bril ook, zo moet je nagaan. Geweldig. Ja. Over dat talent gesproken. Henk, wanneer ben jij uitgerangeerd? Ja, dat is een interessante vraag. En soms denk ik wel eens, dat zou ik misschien moeten doen. Want het is een geheister met zo'n fucking mondkapje en je bril aan de bril beslaat. En je ziet niet goed. En die bril, dat is een leesbril. Dus er komt ongemak aan. Op alle fronten. Je kunt ook niet meer de hele dag door, zoals je dat vroeger wel eens kon doen. Dat is, daar moet je een beetje aan toegeven. Maar als ik het dan weer zou willen stoppen, dan krijg ik een briefje uit bijvoorbeeld Sacramento. Ja, we gaan hier een tattoo-conventie doen. Wil je alsjeblieft komen? We betalen je hotel, we betalen je vliegtuig, we betalen dan weet ik van wat. Ja, en ja, wat moet dan, wat moet dan daar doen? Ja, nee, je bent de held. Dus en dan wordt hij in het buitenland op handen gedragen. Dus dan weet ik het. En dus echt veel meer dan in Nederland. Ik ken al die jongens die hebben met me gewerkt. En die komt ook en die komt ook. Ja. En dat is leuk. Ontstaat er een excitement. Maar dat is ook tegelijkertijd heel gek. Je bent hier een Dutch master, wat natuurlijk eervol is. Maar het is ook raar, want uiteindelijk is je reputatie ook met je... Ja, die reputatie moet je maar waarmaken. Ben je daar bewust van geweest, ook op zo'n conventie? Nee, maar daar ben ik altijd een veel te slordig mens voor geweest. Ik ga gewoon altijd door... En ik probeer altijd weer iets te doen. En het ene project komt naar het andere project. En ik heb ook wel wat geluk in mijn leven gehad op dat gebied. Je woont in Amsterdam. Amsterdam is natuurlijk een stad wat ook heel veel mensen altijd aantrok uit de hele wereld vandaan. Ik heb met heel veel mazzel een aantal zeer beroemde mensen getatoeëerd. Waar ik ook dan weer een hoes of zo voor mocht maken. Dus ik heb wel heel veel... dingen gedaan. Hmm. En maar eigenlijk is dat ook, als ik vet terug kijk, ook een beetje altijd mijn bedoeling geweest. Ik vind het leuk om veel verschillende disciplines te bedienen. Of het nu met Sergio Herman is, of het met Red Hot Chili Peppers is. Met Sergio is het natuurlijk ontzettend prettig werken. Waarom? Voor de mensen die gegeten worden. Dat kan ik me voorstellen. Daan, als je nou de carrière van Henk ziet, en ziet ook wat Louise heeft meegemaakt en de stappen die zij hebben gemaakt, ook samen hebben gemaakt. Is dat een inspiratie voor jou? Is dat een voorbeeld van iets wat je zelf ook zou willen? Ja, zeker. Op welke manier? Hoe zou jij dat invullen? Als ik dat dan ook hoor, dan word ik zelf ook hongerig. Dan wil ik ook reizen. En ik wil gewoon lekker mooie tattoos maken. Mm-hmm. En that's it eigenlijk. Maar Henk is natuurlijk een duizendpoot. En heeft een man van many talents. Wil jij dat ook? Wil je ook uitbreiden naast tatoeëren andere dingen ontwikkelen? Nou, ik weet het niet. Misschien komt dat... ik ben ook sowieso net... Ik denk dat elke tatoeëerder wel een beetje diezelfde interesse zit in verzamelen en dat soort dingen. Nu is eigenlijk mijn focus. Ik heb een beetje een tunnelvisie nu op tatoeëren en tekenen. Mm-hmm. Maar misschien komt dat er later bij. Ik denk het wel. Eerst techniek en eerst dit. Ja, precies. Nou ja, maar wij zijn ook een wereld waarin heel veel talent... tijdelijk parkeert onderweg naar hun kunstenaarschap. Nee, ja. In de komende jaren worden er in een hele partij zeer getalenteerde jongens uit die tattoo-wereld gevist die hun weg in de kunstwereld gaan vinden. Want van zo'n academie af kun je niet in één keer leven van wat je doet. Dat kan je met zo'n tattoo-machine wel als je een redelijke tekeningetje kan maken. Ja. Nou, het wordt een hele belangrijke wereld. Ik maak niet voor niks een broek voor G-Star en een ding voor die en een ding. Ik ben niet. Maar ik moet dat. Ik doe dat omdat ik altijd Herman had ik daar eens leren. Herman Brood. Dus je doet het allemaal tegelijk. Overkill. Nooit geen overkill. Gewoon alles maar doen. Hmm. Maar dat is wel wat er ook in. Dit zijn getalenteerde jongens. Die komen van de grafische lyceums en de academies af. Dus dat wordt alleen maar leuker. Ja, we gaan de laatste minuten van dit programma in. Wat, als jij hier over 10 jaar, zoals ik zo net ook al zei, terugkomt, waar ben je het meest trots op dat je hebt bereikt? Dat hij hier gezeten heeft. Dat ik hier heb gezeten, nee. Dat is dan 10 jaar geleden, hè? Dat, ja. Dat ik een hele grote tattoo op hem heb gemaakt. Ja. Ik weet het niet, ik hoop gewoon dat een hele goede tatoeëerder te worden. Er komt nog van alles aan. Er komt nog van alles aan, dat kan je niet voorspellen. En ik hoop ook nee, maar het gaat over dromen, het gaat niet over voorspellen. Wat je droom, welke droom heb je? Kan je hier nou niet aan tafel gaan zitten vertellen? Nee. Tuurlijk wel. Henk, hou je mond! Welke droom heb je?
ik wil toch wel eigenlijk de beste worden. En, goed, kijk, daar heel goed. Nou, we hopen je inderdaad over 10 jaar hier terug te hebben. En dat je dan voor die tijd al de beste bent. Voor de live-uitzending, want we worden inderdaad uitgezonden op AT5 en Salto, sluiten we hier nu af. Het programma is voor jullie op televisie afgelopen. Maar als je hier live bij was geweest, dan hadden we inderdaad nog door kunnen praten en vragen kunnen stellen. Dus zorg dan de volgende keer dat je erbij bent voor de programma's die er aan zitten te komen. Hou www.dezwijger.nl in de gaten. En mocht je nog een donatie willen doen, is dat mogelijk via /p.